Brecht zoekt een job en proeft 1 jaar lang elke week van ander werk. Wat kan ik precies voor u doen? Deze keer wordt hij boomkweker. Oh nee, dat is echt zalig. Ja, ja, dat zie ik echt zitten. Ja, dat is echt iets voor mij, denk ik. Yo. Ik ben Stijn. Ja, ik ben Brecht. Hè. Welkom bij Hertland. Het is hier een boomkwekerij van Buxus en Texas. Ik denk dat het de ideale opdracht is voor tegen het eind van de week. Een bal met de hand, perfect te snoeien, zodat hem klaar is voor de verkoop. Zo is dat. Ja. Hoeveel verschillende soorten hebben zo'n buksjes? In totaal zijn er wel bekend 200 verschillende soorten buksjes, maar... Wow. En zijn er zo geen klanten die speciale aanvragen doen om een piemeltaxis of zo? Dat hebben we nog niet gehoord, denk ik. Nee. Piemeltaxis of nee. Gewoon een plantje en dan een klein beetje aanduwen. Ja. Oh, wacht. Ah, shit. Godverdomme, kan niet meer mee. Oh. Die zijn allemaal handmatig gesnoeid. Die zijn allemaal handmatig gesnoeid, ja. Is dat zo moeilijk? Je moet er wel een beetje zicht op hebben voor de ronding te houden. Deze zijn nu redelijk hard gegroeid. Dat een bol blijft. Je moet je schaar andersom vasthouden, Brecht. Zo? Ja. Voor bol te snoeien is dat gemakkelijker. Ja, als we eens proberen je schaar nog een beetje dichter vast te houden, Brecht. Zo? Ja. Het is een beetje een bol, maar ik weet niet als het te schoon is. De dien zijn er nu niet verkopen, nee. Ik denk niet dat onze klanten daar tevreden mee zijn. Voilà. Aan de king of the buksjes, kus! En Brecht, wat denk je ervan? Ja, het lijkt toch al op een bolletje, hè? Ja, zeker. Veel beter dan de eerste keer. Dat ik kom. Hier komt precies toch nog wel een beetje beter, hè, langs deze kant. Hè. Ja, hier zit ook nog een klein beetje een bultje in. Ja. Daar zou ik niet te veel meer aan doen. Eigenlijk hebben we het toch wel goed gedaan. Hè. Sommige mensen die kunnen dat na een jaar zelfs nog niet. Ja. Er zijn zelfs mensen die we dat niet kunnen geleerd krijgen. Ja, maar ik heb wel gefreakt ook, hè. Het is hard werken, hè, maar het is op een manier is echt wel chill. Omdat je gewoon buiten zit en amuseert je. Dat is wat ik wil in een job. Ik wil zo buiten werken, met mijn man werken, met amuseren, met collega's. Maar hier zo, toch, dat sociaal contact, dat is nog iets wat ik zo hier mis. Zo. King of the Buxus!